KLM wil zich blijvend onderscheiden met Responsible Catering. Dat betekent onder andere kiezen voor producten van verantwoorde herkomst. Op vluchten vanaf Amsterdam en Europavluchten zijn alle KLM-visgerechten bereid met duurzaam gevangen vis. Dat geldt ook voor tonijngerechten. Deze producten worden gemaakt door Kizini en zijn ontwikkeld voor KLM in nauwe samenwerking met Bart van Olffen. Bart is visexpert en oprichter van Fishtails. Bart reist de hele wereld over op zoek naar kleinschalige visserijen die de beste vis vangen met zorg voor de natuur. Met Fishtails combineer ik twee hartstochten. Allereerst het eten van de lekkerste vis. En daarnaast duurzame vis onder de aandacht van de mensen te brengen. En daarbij spelen de vissers een absolute hoofdrol. Want zij zijn het die ervoor zorgen dat onze kinderen later ook nog van vis kunnen blijven genieten. De tonijn in KLM-producten is skipjack-tonijn uit de Malediven. Om precies te zijn van Mandu, een klein eilandje in het westen van de archipel. Deze tonijn is MSC gecertificeerd. MSC heeft een onafhankelijke norm voor duurzame en goed beheerde visserij ontwikkeld, waarbij zo min mogelijk schade wordt toegebracht aan het leven in zee en er weinig bijvangst is. Op de Malediven zijn de vissers deel van het ecosysteem. Ze vissen al honderden jaren uitsluitend met de hengel op tonijn. Vis voor vis, één voor één. 's Nachts verankeren ze de Doni, en dat is een lokale, traditionele tonijnboot, op zee. En op dat moment gaan er twee grote schijnwerpers aan. En met die schijnwerpers trekken ze kleine visjes aan. En die kleine visjes die vangen ze met een net en behouden ze aan boord in een groot bassin. En met die visjes wordt de tonijn gevangen. En dan is het wachten totdat de zon opkomt. En zodra het licht is, gaan de vissers achter op de boot in een rij staan. Ieder met zijn eigen hengel. En twee mannen aan de rand van de Doni gooien de aasvis uit om de tonijn te lokken. En voordat je het weet, beginnen de eerste hengels te buigen. En met flinke kracht zwiepen de vissers de skipjacks over hun schouder. De een naar de andere tonijn vliegt door de lucht en landt op het dek. En zonder om te kijken, zwiepen de vissers hun haken weer terug in de zee. Ze vissen totdat het aas op is. En zo halen ze nooit hele scholen vis tegelijk uit het water. En omdat ze met een hengel vissen, is er geen bijvangst. Deze skipjack-tonijnen zijn de basis voor de tonijnwrap die we serveren in World Business Class op vluchten vanaf Amsterdam. En ook KLC serveert deze tonijn in haar Business Class box.